Assalamu alaikum. Beste broeders en zusters. We zijn vandaag in Somalië, in Mogadishu. En we zijn samen vandaag met 117 yatim broers en zussen, kinderen. We zijn vandaag hier omdat we midden in de Ramadan-periode zijn. En Ramadan is de periode van barmhartigheid. Van het geven, van het delen van elkaar. En vandaag hebben jullie met z'n allen samen voor deze kinderen hier allemaal kleren gekocht voor de feestdagen. De feestdagen. En wij zullen ze zo meteen allemaal gaan uitdelen. Maar voordat we zover zijn, wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie steun. Deze kinderen hebben jullie steun nodig. Deze kinderen die leven in armoede. Let hun schoot niet eruit gaan. We hebben ze allemaal hier gezamenlijk. En zij leven allemaal in armoede. Ze hebben geen toekomst voor studie. Ze hebben geen toekomst voor studie. Om naar school te gaan. Om deze kleren te kopen. Deze kleren hebben ze allemaal gedroogd. Daarom zeg ik, reik een hand uit naar de yatim, naar de weeskinderen. Zij hebben uw steun achter nodig. Dank jullie wel. Maashallah. Selamun aleyküm. How are you? Say go ahead. Maşallah. Evet, şu anda yetimlerimizle beraberiz ve gördüğünüz gibi kıyafetlerini şimdi vermeye başlayacağız, bayramlıklarını. Ama bir selamlaştık, kendileriyle görüştük. Somali Mogadishu'dan herkese bol selamlar. Şu anda Somali'deyiz. Cuma namazını eda ettik. Ve bayramlıklarımızı dağıtmak üzere çocuklarımızla bir aradayız. Maşallah, maşallah. Evet, şu anda yetimlerimizle beraberiz. Dediğimiz gibi, burada şu anda bu salonda 117 tane yetimimiz var. Ve bunlarla birlikte bu güzel günü yaşıyoruz. Kendilerine kıyafetlerimizi dağıtacağız. Bayramlıklarımızı dağıtacağız. Sizlerin sponsor olduğunuz, sizlerin katkıda bulunduğunuz kıyafetlerimizi dağıtacağız. Ve biraz sonra kendileriyle vedalaşacağız. Hatıra resimlerimizi de çektikten sonra. Allah'a emanet olun. Ayhan Arsantaş, Hollanda İHA, Mogadishu, Somali, Afrika. Okay.